ferry, toen ik hier aankwam rijden, toen dacht ik, hoe kan hier in vredesnaam morgen een voetbalwedstrijd worden gespeeld? Ik kon mijn auto niet kwijt, dat was één grote bouwval. Wat had jij voor gevoel toen je hier aankwam rijden, of heb je dat gevoel al een tijdje? Nou, dat gevoel hebben we inderdaad al een tijdje. Er is heel veel bedrijvigheid en ja, ik wil zeggen, een groot compliment voor iedereen die keihard aan het werk is om het op tijd klaar te krijgen. Het wordt nog steeds spannend, maar ja, het gaat wel razendsnel op dit moment. Maar wat denk je? Morgenavond spelen jullie tegen Groningen, is de thuiswedstrijd. Ja. Als ik zo een beetje kijk, lijkt dat nog lastig te worden? Nou, alles zal niet volledig functioneel zijn, dat klopt. Maar dat wisten we ook van tevoren. De belangrijkste zaken zijn wel gereed. En we hebben ook een officiële opening, pas de derde thuiswedstrijd van het seizoen staan. Dus dan moet ook alles helemaal klaar zijn. Maar wij weten nog niet zeker of het nieuwe gedeeltes morgen al in gebruik zullen zijn. Ze zullen wel gereed zijn en afgedekt zijn, maar of ze ook gebruikt kunnen worden, dat is nog even de vraag. Ja, daar is wel alles aan gedaan, denk ik. Want jullie zijn vannacht gewoon doorgegaan. De lichtmasten brandden toen de oplettende collega's van mij hier langs reden. Ja, nee, klopt. Vooral een stuk grondwerk moest nog gebeuren. Ze zijn nu heel druk bezig met asfalteren rondom, ook rondom het veld, dat dat allemaal klaar is. Ja, het is nu in principe afmonteren, maar ja, dat gaat ook niet 1, 2, 3. Misschien een beetje een gekke vraag, maar hadden jullie al kaarten verkocht voor die hoeken? Nee, hebben we bewust niet gedaan. Dus we hebben een slag om de arm gehouden. Ja, dat is wel zo veilig, toch? Dat is wel heel veilig, ja, klopt. Voor mij heb je goed nieuws, want er is een nieuwe speler bijgekomen. Jullie zouden hem voor het weekend presenteren. Nou, jullie houden woord, het is spannend iets geworden. Ja, klopt. We zijn blij dat hij er is. Gisteravond is hij aangekomen in Rotterdam. En op dit moment ondergaat hij medische keuringen. En ja, dan moeten we nog wel een werkvergunning aanvragen. Dus het zal nog even op zich laten wachten. Maar we zijn in ieder geval blij dat hij er is en mee kan trainen. Vertel, waarom ben jij blij met hem? Nou, we hebben altijd gezegd dat wij zoeken naar spelers die iets anders kunnen brengen dan wat we hebben. En het is een hele technisch begaafde voetballer. Het is een hele jonge speler, maar enorm talentvol. Die vorig jaar bij Vitesse een niet zo prettige ervaring heeft gehad. En maar één ding wil, en dat is zich revancheren daarop. Nou ja, en hij heeft andere kwaliteiten op de posities die wij hebben. En hij kan ook op meerdere posities uit de voeten. Zijn die contacten met Chelsea zo goed? Wij hopen dat die steeds beter worden, dat klopt. Maar dat is niet waarom wij Danilo gehaald hebben. We hebben hem graag toe willen voegen omdat hij nou een hele goede speler is en kan worden. Maar die het wel zelf moet gaan laten zien. En ja, of de contacten goed zullen blijven, dat zal afhankelijk zijn van deze VU-periode. Jullie zijn nog op zoek naar een spits? Ja, dat klopt ook nog, ja. Hebben jullie ook toevallig daarover gesproken met Chelsea, of gaan we nu veel te ver? Nee, daar zijn we niet over in gesprek met Chelsea. Nee. Hoe gaat het daarmee? Want het is lastig om een spits te vinden, blijkt, hè? Ja, het is niet makkelijk, dat wisten we. En we zijn een tijd bezig en we hebben absoluut gesprekken. Maar ja, we zullen ook geduld moeten hebben. En dat is heel vervelend, want wij hadden ook niks liever dan op 25 juni met een volledige selectie te kunnen starten. Maar ja, het is niet zo. En wat nogmaals ook voor een spits geldt, ja, het moet wel een toegevoegde waarde zijn ten opzichte van wat we nu hebben. Twente uit, dan win je gewoon even met 2-1. Kan dat toch een beetje als een verrassing of helemaal niet voor jou? Ik denk dat Twente hoe dan ook altijd een moeilijke wedstrijd is. En ik denk dat we vooral heel blij zijn. Persoonlijk ben ik heel blij dat we gewoon twee goals gemaakt hebben daar. Omdat je inderdaad de roep om een spits is er, maar die ligt er ook vooral bij onszelf. Dus ik ben blij dat we gewoon twee goals maken. Ik vind ook dat we bij Vlagen goed gevoetbald hebben. Ik vind dat we heel goed verdedigd hebben met z'n allen. En aanvallend kan het uiteraard beter. En dan met name in de zuiverheid die we met z'n allen daar aan de dag moeten gaan leggen. Maar dat weet de trainer ook. Groningen is de volgende. Welke indruk maakte die ploeg op jou tegen Feyenoord? Niet zo sterker, denk ik. Nee, maar ik denk niet dat wij nu moeten gaan denken van, dat heeft Feyenoord. Nee, ze bedoel ik het ook niet. We zullen gewoon iedere wedstrijd sowieso naar onszelf moeten kijken. Iedere wedstrijd meer dan 100% geven. En dan kunnen wij het iedere tegenstander moeilijk maken. En ook Groningen, maar dat ligt wel aan onszelf. De hoek even niet meegerekend. Is het dan uitverkocht morgen? Nog niet helemaal. We hebben ook hier nog steeds met een vakantieperiode te maken. Dat zie je in veel stadions. We hadden het graag anders zien, maar ervaring leert ook wel dat op een wedstrijddag er nog genoeg verkocht wordt.